Dat is in ieder geval ook mijn aflevering 10 van Sportplekken in Zwolle. Dit is aflevering oktober. Deze aflevering is een maandje of een weekje te laat online gekomen. Wegens omstandigheden, wegens veel toetsen. Dit is de Herfstelaan in Herfsten, Zwolle. En op de Herfstelaan zijn 3 spoorwegovergangen, waarvan 2 op de lijn Zwolle-Emmen. Deze is ook op Zwolle-Emmen. Komen 4 G2'tjes van Arriva naar Vechtal per uur. En dat is op zich een grappige overweg. En bij de volgende overweg, dat is een dubbele. En dan zie ik dit. Dit is die dubbele spoorwegovergang met daar verderop in beeld de spoorwegovergang op lijn Zwolle-Meppel met 4 keer per uur Intercity Groningen-Rotterdam en Den Haag-Leeuwarden en Sprinter Zwolle-Groningen. Dan draai ik even iets om en dan is dit de mini-aal van lijn Zwolle-Emmen weer 4 G2's per uur. Alleen nu is het spits, dus ze hadden wat meer rijden. Leuke dubbele spoorwegovergang dus. Alleen deze heeft wat meer variatie wat betreft treinverkeer. En ja, het regent. Thank you.
1324. Daar heb je ook de SLP.